wat heel leuk is bij deze serie, of echt anders dan ooit, de nieuwe ontdekking, is dat ik gewerkt heb op een longarmmachine. En het bijzondere is dat er zit een soort racestuur aan en dan ga je met die machine over je doek. Dus je kan tekenen met die machine. En je kan dus ook in het midden dingen vastnaaien, wat op een kleine machine dat kan niet. Dan moet je je doek helemaal opfrommelen. Maar hier kun je gewoon zo eroverheen bewegen. De grote gebaren. Zo'n schilderij waarvan ik meestal zeg, ze wassen mijn ogen. Dus textiel en verf samen. Het vult elkaar aan of juist niet. Femme brut. Ja, ja. Vind je dat passend? Ik weet niet. Ik ga er niet zoveel mee. Nee. Indrukwekkend. Ja, mooi het formaat en zo, de kleuren. En ik ken Maya goed, ik ken haar al 20 jaar. En ik vind het helemaal Maya. Want deze expositie, dat was dus echt helemaal niet mijn idee. Hè? Kijk, dat werk dat heb ik natuurlijk zelf gemaakt. Daar ben ik ook trots op. Dat wil ik jullie graag laten zien. Maar die hele Femme Brut, die expositie hier... Dat komt echt door anderen. Als we het hebben over een femme brut, dan moet je het ook op zijn Frans zeggen. En dat is dus eigenlijk gewoon, zoals we in Tilburg zeggen, een bruut vrouwke. Een vrouwke wat een beetje bruut is. Ik dacht toch al heel lang, flink aantal jaar, dat ik Maya heet. Maar thuis, en er zijn twee schuldigen aan te wijzen, dat is Wim. En dat is die daar achter de paal, dat is stom. Tegenwoordig is het hele Femme Brut. Ik wil eigenlijk dat iemand dit van mij overneemt. En er is maar één iemand die dat heel goed kan. Charlene! Ik heb het zo ontzettend zacht. Nou. Weet je wat we doen? Ga jij lekker op het toilet uithuilen? Ja! Stof is knus. Is aaibaar. Stof is intimiteit. En Maya die vraagt zich af. Als ik nu, 2022, werk met textiel. Is dat dan vooroordeel bevestigend? Is dat dan rolbevestigend? En... Het antwoord op die vraag moet natuurlijk luiden, ja! Ja, dat is rolbevestigend. Maar de vraag is, welke rol wordt er precies bevestigd? Ik vind het allemaal van het werk waar je heel erg naar moet kijken en voortdurend de neiging hebt om er aan te willen komen wat niet mag. Maar ook om te zien, het zijn spijkertjes bijvoorbeeld of... Het roept wel op van dat je goed moet kijken. Het is meer hoe het gemaakt is. Dat vind ik leuk om te zien. Het is niet passief kijken. Wat ik wel grappig vind is dit soort dingen. Dat je gewoon aan de verf vlechtjes hangt. En ja, hoe ver kan je gaan in het getrut? Hè? Dus die frommeltjes. Wat de mensen zeggen, doe dat nou niet. Je maakt, het is altijd mooi genoeg. En, gek genoeg. Ga je er dan ook in geloven dat ze zo heten? Ja, en met de longarm naaimachine maakt ze verschrikkelijk wilde figuren. Vooral op Clifford. Je moet je kijken wat er puinhoop. Het is fantastisch. Ze haalt de stof en de textiel weg uit de traditionele, inderdaad, rolbevestigende verdomhoekje. Steeds weer betreedt ze als een ware ontdekkingsreiziger het canvas en hakt zich een weg door het oerwoud van de kunstenaarsgeest.
Van wat ik van Maya haat, is dat altijd als ik als haar dingen zie, dan word ik moe. Ze is zo hard aan het werk dat ik denk van, Jezus, ik moet gaan werken. En toch is die houding van eigenzinnigheid, dus alle mensenlogening van het naaikransje uit haar jeugd. Nee, dat is het niet. Zelf zegt ze, en ik zal nu trachten te spreken met de stem van Maria. De doeken fungeren tegelijkertijd als proces tegen vrouwenarbeid en als bewondering voor de geschiedenis van vrouwenarbeid. Ik denk, het is een stoere titel. Nou, het is ook wel stoer werk, zou je kunnen zeggen. En er zit ook wel zachtheid in. En zoals ik er in een flits meemaak, denk ik, ja, het is wel een stoer wijf. Welke rol wordt er dan precies bevestigd? Die van de durf en het lef. Maar Marja's kracht vind ik, de ontzettende uitgesprokenheid van het werk. Hè? De details tegenover het grote gebaar. En dat vind ik haar kracht. Plus natuurlijk een ongelooflijk kleurgevoel. Graag stel ik u voor aan het Frankfurtse Polka Trio.